Hallo beste kijkers, ja, de pauze staat weer voor de deur. En hoe hoef ik mis te doen? Ja, bij de Plus natuurlijk. En we kriegen weer even een rondleiding. Hey, bij de Plus, Bekkers. En hier, Sven. Dag Sjafri. Daar zien we weer. Ja, lang niet gezien. Ja, hier is, hier is het gezicht van alle Plussen, want de rest van de Plus wil nu eigenlijk voor de camera. Nee, die vinden dat minder prettig en ja. ik maak dat niks uit. Ik vind het prima om op beeld te zien en gezellig met zich gaat te vertellen en een leuk filmpje te maken. Dat bedoel ik. Ja, de pauze zit voor de deur, hè? Ja, zeker. Wat heeft de Plus allemaal weer te benen met de pauze? Ja, we hebben van alles lekkers natuurlijk. Van heerlijke pastijtjes tot carpaccio tot koude schotel, die we zelf shoppen. Wie bedoelt je zelf shoppen? Deze wordt voor ons geproduceerd en weer shoppen en hier vers uit, zeg maar. Dus we krijgen dat ook. Dat is eigenlijk zo'n... Ja. Ja? Dus vanuit de Keul, zeg maar, uit Hulsberg krijgen we dan. En ook van Lochman. Ah, oké. Dus niet gefabriceerd ergens in de fabriek of zo? Nee, dat heb ik echt vanuit een veers. Heerlijk is dat toch, hè? Ja, zeker. En zodat van Hils, ik hou ervan, verwerkt beursjes. Speciaal. Oh, dat zijn die speciale beursjes, hè? Ja. Ja, die zien nog heel lekker. Ja. Ja, altijd lekker. Dus kijkers. Oké, dan over. Nou, de eerste winkel die van deze week hebben we alweer. Moet je niet doen, dat kost 181 euro. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Nou, we hebben hier een koeling inderdaad. Van Franse kiesjes, dat soort dingen hebben we natuurlijk allemaal altijd op voorraad. Gevulde eikjes. Voor de kinger. Paashaasbeleg. Kiegens, beste kiekerkits. Voor een man. Weurs met een paashaas erop. Hartstikke lekker. Ja, tot de gourmet, tot vereerder gaat wel, natuurlijk. Hè. Super. De arbeiders zijn in de aanbieding. Eerder bij nu al? Jazeker. Och ja, die hebben we gisteren gehad trouwens. Die had mijn mam gehaald. Ja. Bij de Plus op Kaarberg. Ja. Ja, lekker. Ja, en veel zelf hebben ze dan van San Lucar. Dat is een ander merk, zeg maar. Die halen dat komt uit Spanje. En dat is echt super kwaliteit. Zelfde aanbieding eigenlijk. En dan lekker op het torteleetje. Lobby en wij wel. Het nagerij is klaar. Dat bedoel ik. Ja, natuurlijk niet alleen vlees en zo allemaal, denk maar ook natuurlijk chocola, is dat ook? Zeker, hè? Genoeg paaseitjes nog voor ieder wat wil, afbakbroodjes, lekker veers, dingen, de gekleurde eieren. LV, het de paas of zo? Nee, dat is een merk, merk chocolade, ja. Dus, ja, als er misschien eens een keer toestelt wat LV heet, ja, dan willen plus zijn gewoon de LV paashaas. Ja. Ja, dan heb je ook nog de Milk of the Oreo, als ze zoet. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ja, hartstikke leuk. Dus ja, met pausen is goed, hey, alles compleet. We hebben voor iedereen wat wel eens. Voor elke beurs zeg ik dan altijd, kent ze je goed die boodschappen doen. Dus, beste kijkers, wat ga je voor de pauze inkopen doen? Kom dan zeker naar de Plus. Belfort, Plus. Bekkers en hier. Plus. Ambi. Ja, daar zit Michael Kwaadvlieg, Eddy Fransen en Femke in Heugem. Heugem. En dan heb ze Kaarberg ook nog. Dat is de Savelkoel, hè? Ja. En natuurlijk ook de Plus in Berg en Tobliet. Van Ralf Koumans en Ivana. Die kon ook een Plus open, hè? Ja, zeker. Die hebben sinds deze week ook de Plus in Schummert. In Schummert. Dus moet je naar Schummert. Dat is wel kiekers Schummert. God, ga ook naartoe, want dan zit ook Plus Koumans nu ook. Ja. Ja. Dus namens Waddenzoos Bestreeg en namens Plus, Berg en Tobliet en Bestreeg en Schummert, Winsenvug en Zalig. Passen. Oh, ik weet wat los is in mijn streek.